Ik hou me al een tijdje bezig met ecologische economie en met hele discussies over wat eigenlijk een duurzame economie zou kunnen zijn, hoe die ecologische grenzen in elkaar steken en hoe het kapitalisme daar gewoon tegenaan loopt en overheen bulldozert. Als je het je zo voorstelt, is oneindige groei op een begrensde planeet natuurlijk onmogelijk. Dat is, als je het zo voor de ogen voert, dan is dat best wel vanzelfsprekend dat oneindige groei niet mogelijk is als je begrenzingen hebt. Maar dat is wel de aanname achter economische wetenschap. De meeste wetenschap postuleert dat economische groei tot aan het oneindige mogelijk is, of tenminste modelleert die begrenzingen niet in macro-economische modellen. En het is ook de praktische consequentie van ons politiek-economisch systeem en ook uiteindelijk het doel van het beleid van de overheden van de wereld. Je kan elke jaar aan de hand van de Global Overshoot Day ongeveer inschatten hoeveel de wereldwijde economie aan het potverteren is op de capaciteiten van ecosystemen om grondstoffen te leveren en vervuiling op te nemen en te verwerken. En elk jaar komt die Global Overshoot Day een stukje vroeger in het jaar. Dus dat is een goede maatstaf om te zien hoeveel extra vervuiling we in het jaar produceren en hoeveel grondstoffen uit die ecosystemen worden gehaald zonder dat die kunnen worden hergegenereerd. Dus je hebt natuurlijk fossiele brandstoffen en je hebt andere soorten grondstoffen die je niet kan vergelijken, maar als je soort van berekent hoe dat zou kunnen worden gecompenseerd, dan zitten we op ongeveer de dubbele capaciteit van de planeet op het moment en elk jaar wordt dat meer. Ook de CO2-uitstoot wordt elk jaar meer, ondanks alle maatregelen om dat te beperken en ook ondanks de recessies die we hebben gehad. Maar laten we eerst even stilstaan bij de vraag wat economische groei nou eigenlijk is. We hebben het normaal over groei van het BNP. En dat is de som van de inkomsten in een bepaald land of gebied of wat ook de definitie is. En dat BNP in geld uitgedrukt is natuurlijk niet precies hetzelfde als grondstoffen en vervuiling die daarachter schuil gaat, achter dat getal, die geldsom. Maar er zit wel een flink sterke connectie tussen die twee variabelen. Je kan efficiënter produceren, je kan spaarlampen en LED-lampen gebruiken in plaats van gloeilampen enzovoorts, maar er zit een bepaalde grens aan hoe efficiënt je met grondstoffen en met vervuiling om kan gaan. En in de theorie van ecologische economie wordt dat altijd doorgevoerd tot de tweede wet van de thermodynamica. Elke wisseling van energie van de ene vorm naar de andere, daar gaat een stuk energie bij verloren in wrijving, warmte, licht. En dat is iets wat gewoon fysisch gegeven is. Dus elke efficiëntiestijging heeft een bepaalde grens ergens. Dus je kan niet zeggen van we gaan voor groene groei en die inkomsten en verdiensten en productie kan steeds verder omhoog gaan omdat we steeds efficiënter worden. En dat is een drogredenering die deze beperkingen niet respecteert. Tegelijkertijd heb je het effect van het wat het Jevons paradox wordt genoemd. Dat efficiëntie, een besparing in gebruik, leiden ertoe dat het gebruik stijgt. Een beetje het effect van ik heb nu een spaarlamp, dan kan ik ook de lamp laten branden, want het kost toch niet zoveel. Dan zorgt het ervoor dat die efficiëntie niet volledig wordt benut, maar dat het ook dan weer verloren gaat. Dat zie je eigenlijk overal in de economie gebeuren. Dus ondanks het feit dat het uiteindelijk moet gaan om het verminderen van throughput, noem je dat in het Engels, in de theorie, van grondstoffen en energie,
is dat niet mogelijk dat te ontkoppelen. Maar groene politici, reformistische theoretici het vaak graag over hebben en ook optimistische ondernemers die hun groene projecten voorstellen, dat is uiteindelijk geen systemische oplossing, zelfs bij de allerbeste aannames en voorstellingen. Daar, 10 jaar geleden werd er nog veel over het papierloze kantoor gepraat, bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeld van hoe je grondstofgebruik en BNP kan ontkoppelen. Maar ik vind het spannend nu te zien dat we het hebben over datacenters die steeds meer stroom opslokken. Alleen al die datacenters die worden gebruikt om de berekeningen voor bitcoins door te voeren, die slurpen zoveel stroom als ondertussen Denemarken en Andorra samen zo ongeveer. En dat gaat steeds verder omhoog met een stijgingspercentage van 15% per jaar. En dan zitten we binnenkort, ja, tot het einde van de decennium bij ongeveer 20-30% van het stroomgebruik, wat alleen maar voor serverfarms wordt gebruikt. En dan zie je al de absurditeit van de voorstelling van we gaan het allemaal digitaal maken en dan wordt het duurzaam. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En ook die elektronica die wordt geproduceerd, daar komen allerlei verschillende, hoe zeg je dat in het Nederlands, rare earth metals. Die zeldzame aardmetalen in die je amper nog maar uit elkaar kan krijgen. Dus eigenlijk zou je zo moeten produceren dat die producten weer kunnen worden geïsoleerd, elementen van elkaar. Zodat je weer nieuwe producten daarmee kan produceren. Dat is heel, heel, heel ver weg van de realiteit. Als je foto's ziet van uit Bangladesh of uit India van die enorme vuilnishopen waar kinderen met kwikzilver in hun handen proberen het goud uit de mobiele telefoontjes te halen, dan kan je zien wat de realiteit is. Verder, ik heb een heleboel opgeschreven. Degrowth voorstanders zeggen daarom dat BNP-groei zo niet verder kan en dat de economie zo moet worden ingericht dat het daadwerkelijk grenzen van ecosystemen in termen van grondstoffen en capaciteit van vervuilingsverwerking moet respecteren. We geven daar ook macro-economische voorstellen, ook sociaal-economische hervormingsvoorstellen om dat te bereiken, om uiteindelijk de dwang van bedrijven om hun kosten te externaliseren, om grondstoffen zonder daarvoor te betalen te gebruiken, te begrenzen. En tegelijkertijd ook de verdelingseffecten van groeiloosheid te verminderen. Dus stel je voor, een periode van zonder economische groei heeft een bepaalde naam, namelijk recessie of depressie. Dat komt daardoor dat het kapitalisme bij alle investeringen die moeten worden gedaan en uiteindelijk ook bij al het geld wat wordt gecreëerd als financieel kapitaal van banken, de druk oplegt om daar meerwaarde uit te genereren en daarna ook winst daaruit te genereren. Omdat een investering anders niet zinvol en niet aantrekkelijk is voor degene die de investering doet. Dus dat is uiteindelijk de oorzaak van de groeidwang van de kapitalistische economie. Het is niet een politieke keuze dat de regering zegt, nou ja, het zou wel handig zijn om groei te hebben en daarom streven we dat doel na. Het is gewoon een zo inherente drive van het kapitalistische systeem dat elk bedrijf winst moet maken om de aandeelhouders tevreden te houden of om de eigenaar een inkomen te geven en ook om de noodzakelijke investeringen te doen om de volgende periode weer de concurrentie aan te kunnen gaan. Want heb je geen winst om nieuwe, betere machines te kopen om sneller te produceren, dan leg je het af met de concurrentie. Dus het zit overal ingebakken in dat systeem. Dat het op zo'n manier steeds verder moet groeien. Dat is uiteindelijk het resultaat van die ingebakken drive. Daar is een bepaalde bewustzijn voor in de degrowth gemeenschap. Die vooral bestaat uit
ecologisch ingestelde economen, natuurwetenschappers, maar ook steeds meer activisten. Je hebt elk jaar die degrowth-conferenties, vorig jaar was die ook hier in Amsterdam, waar een heleboel interessante mensen samenkomen die ofwel in die alternatieve onderzoeksgemeenschappen bezig zijn. Een centrum is ook de Alternatieve Universiteit van Barcelona, die Autonome Universiteit in Catalonië. En aan de andere kant de opkomende klimaatbeweging en ook bijvoorbeeld in Leipzig, waar ik ben geweest, kom je dan mensen tegen die ook de bosbezettingen meedoen tegen nieuwe kolenmijnen, dat soort dingen. Dus die gemeenschap stelt die eisen, we moeten ophouden met groei. Dan stoot je als staat, als je dat serieus neemt, direct op het probleem dat zonder groei je geen speelruimte hebt voor sociale uitgaves. Zonder groei stijgt ook je belastinginkomsten niet. Dus heb je minder geld te besteden aan uitkeringen, aan wat dan ook wat je allemaal voor plannen hebt. Tegelijkertijd heb je meer werklozen als er geen groei is, want die bedrijven gaan mensen ontslaan die dan in de WW komen, dus dan heb je dus meer uitgaves. Een klassieke probleem waar we in de laatste eeuw vooral een Keynesiaans antwoord op hebben gehoord, en dat betekent meer uitgaves om anticyclisch een crisis te lijf te gaan, om ervoor te zorgen dat er weer meer groei komt, meer investeringen, meer werkgelegenheid, zodat die crisiscyclus wordt doorbroken. Als je die growth serieus neemt, is deze oplossing er niet meer. Die kan je dan niet nemen. Dus dan moet je proberen de ongelijkheid direct aan te gaan. Dus je moet belastingen op het bedrijfsleven, belastingen op vermogens, belastingen op hoge inkomens direct gaan invoeren om de negatieve verdelingseffecten van groeiloosheid te gaan compenseren. Dus uiteindelijk leidt zo'n voorstelling van een groeiloze economie ook noodzakelijkerwijs naar het inperken van accumulatie van kapitaal, accumulatie van ongelijkheid en naar directe vermindering van de uitbuiting. Dus voorstellen die worden gedaan is het verlagen van de werkweek. Een basisinkomen, wat een heel lastige discussie is, die kist doe ik nu even niet open. Maar daar wordt veel over gepraat. Minimum en maximum inkomens en vermogens, dat speelt allemaal in deze community. En het laat ook wel zien dat er een soort van intuïtief begrip is voor de problematiek waar groeiloosheid in het kapitalisme toe leidt. Maar het wordt niet systematisch doordacht en er wordt te weinig hardnekkig nagedacht over de gevolgen waar dit allemaal toe leidt. Want zelfs als je zo'n soort van linksreformistisch programma op zou leggen, kom je elke keer weer aan je grenzen. Want elke periode moet opnieuw een investering zinvol zijn voor de kapitalist. En elke keer weer opnieuw zullen ze zien van, nou ja, in deze staat waar ze zo linksig bezig zijn, kan ik niet genoeg winst maken, ik ga wel naar het andere land. Dus je krijgt concurrenties tussen de verschillende staten, dat zie je elke keer weer in de EU. Je ziet het als Shell naar Londen verhuist. Je ziet hoe de regering van Rutte daar op de grond ligt te smeken om vooral toch in Nederland te blijven, zodat we nog een klein beetje van die winst, van die belastinginkomsten kunnen behouden. Dus je ziet daaraan de sterkte van de afhankelijkheid van de kapitalistische staat aan een kapitalistische economie in termen van belastinginkomsten, investeringen, werkgelegenheid. En ook uiteindelijk, voor ons Nederland niet direct relevant, de waarde van de valuta. Want als een bedrijfsleven bijvoorbeeld zo'n land als Venezuela, neem maar een voorbeeld, gaat boycotteren, dan is je valuta opeens ook niks meer waard. Wat betekent dat je internationale markten niks meer kan inkopen, et cetera, et cetera. Je ziet hem al hangen.
Ja, maar wat ik merk in die degrowth gemeenschap is dat er steeds meer openheid is voor het doordenken van deze structurele beperkingen van de mogelijkheden kapitalisme te hervormen en steeds meer openheid voor systeemkritiek. En ik geloof dat we daar enorme kansen hebben als socialistische beweging en om juist die het gat te vullen waar de groene partijen niet aan kunnen. Die kunnen geen systematische antwoorden leveren op de clusterfuck waar we op het moment in zitten, wat klimaatverandering, wat global overshoot, wat het uitsterven van dierensoorten, et cetera, aangaat. Omdat ze die systematische problemen niet willen aangaan. Uiteindelijk gaat het om deel zijn van de regering en kleine veranderingen. En dat is gewoon, heeft niks meer te maken met de grootte van de problemen waar we voor staan. Als we het goed doen, zijn we als socialisten in staat om in die bres te springen en te zeggen, oké, we moeten dit systeem op de schop gooien en wij hebben daar voorstellingen over hoe we beter zouden kunnen leven met minder stress, met meer levenskwaliteit eigenlijk gewoon. Meer tijd om met je familie, met je vrienden, de natuur te genieten. Om meer tijd om ook de trein te nemen in plaats van het vliegtuig, et cetera, et cetera. We zouden zoveel beter kunnen leven. Maar we doen het niet omdat we in dit systeem zitten en in het hamsterrad vastzitten. En eigenlijk, geloof ik, is daar de tijd wel enorm rijp voor. Voor positieve voorstellingen van hoe we eigenlijk in een socialistische samenleving beter zou kunnen leven. Ja, de daadwerkelijke omgang van het kapitalisme laat ook zien dat we heel ver weg zijn van die voorstelling van als je nou hier een hervorming daar zou kunnen invoeren en dat, dan kan je het allemaal nog in goede banen leiden. Je ziet eerder dat Shell 30 jaar na de opstand van de Ogoni nog steeds bezig is in de Niger-delta olie te winnen en nieuwe pompen aan te sluiten. In 1995 was er al die vreedzame opstand van die stam waar uiteindelijk Shell huursoldaten met machinegeweren de rivier op heeft gestuurd om die dat vreedzaam protest met machinegeweren neer te laten schieten. We hebben een succesvolle rechtszaak gehad van de nabestaanden van Ken Saro-Wiwa. En ze gaan gewoon verder, omdat 10 miljoen boete voor hun gewoon niks is in verhouding tot de winsten die je kan maken met het verdere uitbuiten van dit ecosysteem. Dus het gaat gewoon verder. Hele stammen verliezen hun levensonderhoud en het maakt allemaal helemaal geen verschil. Ook bedrijven, alle grote energiebedrijven zoeken naar olie in de Noordpool. Ook weer zo'n voorbeeld. Het ijs is aan het smelten, de poolkappen verdwijnen. Iedereen krijgt er langzaam, wordt er een beetje nerveus van. Maar als Shell ben je vooral bezig daar dan nog verder naar olie te zoeken. Dat is voor mij echt zo'n symbool dat het kapitalisme niet in staat is om wat voor grenzen dan ook te respecteren. En juist elke verschuiving in ecosystemen te zien als een kans om verder uit te buiten. Of kijk naar Groningen. Ik kan me nog herinneren dat er werd beloofd om geen gas meer te winnen. Het is echt best wel in vergetelheid geraakt. En ik kan me niet voorstellen dat ze daar daadwerkelijk mee gaan ophouden. Ondanks het feit dat een hele provincie aan het wegzakken is en je daar eigenlijk ook geen fabriek meer kan bouwen. Ik kan me niet voorstellen dat je daar nog een grote investering zou doen als bedrijf. Omdat je geen zin hebt dat je fabriekshal daar in elkaar stort. Maar ja, blijkbaar is het ene belang dan nog belangrijker dan het andere. Of in de buurt van Berlijn, vind ik ook frappant, hebben we nu een nieuwe grote Tesla-fabriek. Als je iets af weet van het Duits wettelijk systeem, heb je eigenlijk hele goede regelingen voor medezeggingschap in gemeentes over bijvoorbeeld het gebruik van water.
In dit geval heeft Elon Musk, ondanks het feit dat de medezeggenschapsstructuren nog steeds aan het lopen waren, eigenlijk nog niks was besloten, alvast op voorschot een vergunning gekregen voor het gebruiken van 6 miljoen liter water per dag. In een landschap dat alleen maar uit zand bestaat, waar het allemaal verdwijnt, waar je als je daar door de bossen loopt, zie je overal hoe die bomen amper nog overleven en binnenkort allemaal afsterven. En onder de kevers zitten, onder de rupsen die eigenlijk er niet horen te zitten. Het is nogal griezelig. Maar ja, Elon Musk wordt dan gevraagd door Radio Berlin Brandenburg. En hoe zit het eigenlijk met het water? Die lacht het helemaal weg. Ondertussen, ondanks het feit dat die vergunning nog niet eens officieel werd toegedeeld, heeft hij al uitbreiding gepland en gaan er nog meer, wordt er nog meer water doorheen gejast. En de Brandenburger Landesregierung is er natuurlijk alleen maar blij mee. We hopen dat er nog tenminste een soort van CAO komt. Dat is nog niet duidelijk of dat geregeld gaat worden. Zo zie je maar weer hoe afhankelijk de politiek van het grote kapitaal is als het erop aangaat, op aankomt. Ja, het gaat er dus ons eigenlijk over. Hoe kunnen we van het kapitalisme afkomen als we een kans willen hebben om het klimaat te redden, om als we een kans willen hebben om een hoge levensstandaard en levenskwaliteit willen behouden of willen bereiken, zou ik eerder zeggen. Want behouden, we hebben nog niet overal een hoge kwaliteit van leven. Is het aan ons, geloof ik, de taak om de ecologische beweging te winnen voor een socialistisch perspectief aan de ene kant en die tegelijkertijd te verbinden aan bestaande bewegingen zoals de vakbondsbeweging, de huurdersbeweging, die bij mij in de stad al redelijk zijn geëtableerd. En daar hebben we serieus over nagedacht. Hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen dat die vakbonden systematisch met ecologische eisen bezig zijn, dat ook als een deel gaan zien van hun CAO-eisen. En daar hebben we sinds 2019 strategisch veel over gepraat, met aan de ene kant de klimaatbeweging Fridays for Future, Extinction Rebellion en de Gelände, en aan de andere kant georganiseerde activisten in Verdi en in de IG Metall zelfs, dus in de grootste vakbond van Europa, die de arbeiders in de Duitse chemische, staal- en auto-industrie organiseren en bij elkaar krijgen. Het plan was in 2020 in de zomer de stakingsposten van het openbaar vervoer te gaan versterken met klimaatactivisten. En daar is jammer genoeg corona tussen gekomen. Dat konden we natuurlijk niet voorzien en ook niet tegenhouden. Maar we hebben jarenlang gewerkt aan een verbetering van de betrekkingen tussen de klimaatbeweging, de milieubeweging aan de ene kant en de vakbonden aan de andere kant. Wat ertoe leidt dus dat we ook samen eisen opstellen als een gratis openbaar vervoer voor iedereen, met een betere personeelsleutel, met meer pauzes, met een hoger loon. En dat is een eis die nu ook de vakbond stelt. En het is voor ons als socialistische partij natuurlijk geweldig om dat samen te kunnen denken, om niet meer alleen daarbij in te staan, maar om samen te kunnen mobiliseren. Dus dan hebben we opeens in de wijk tijdens de verkiezingen een actie voor de tram in mijn straat. Waar eigenlijk alleen maar bussen de hele tijd in de file staan. Heel concreet, heel erg direct in de beleefde leefomgeving van mensen in de wijk. Maar je betrekt daarin vakbondsactivisten, klimaatactivisten en mensen uit de wijk in één keer voor een gemeenschappelijke eis voor het uitbouwen van het openbaar vervoer. En dat is, vind ik, heel spannend en het komt ook goed aan. Daar zit natuurlijk nog muziek in en uiteindelijk moeten we denk ik ook meer praten over wat voor samenleving we eigenlijk willen. En aangezien het feit dat
zowel die kapitaalaccumulatie als ook het produceren voor een markt problematisch is uit ecologisch perspectief, net zo goed als sociaal en democratisch, moeten we geloof ik weer praten over wat voor economie willen we. En dat betekent voor mij democratische planning. Dat betekent dat je uiteindelijk produceert voor menselijke behoeftes en niet voor winst. Dat is makkelijk gezegd en veel lastiger gedaan natuurlijk. Aan de andere kant moet je ook gaan nadenken over hoe je goederen en diensten kan verdelen op een manier dat het sociaal rechtvaardig en gelijk is. Niet alleen in één land, maar over de hele wereld. En dat betekent ook dat je productie moet gaan herregionaliseren in een wereldwijde economie die gebaseerd is op ondertussen wereldwijde arbeidsdeling. Dus eigenlijk moet je producten weer zo gaan produceren dat ze a. langer goed blijven. Dat je niet na 2,5 jaar je laptop weer in de prullenbak kan flikkeren omdat er één chip niet meer werkt. Maar dat het zo wordt geproduceerd dat je misschien dezelfde laptop 20 jaar kan gebruiken en dan kleine onderdelen verwisselt. Dat moet tegelijkertijd regionaal worden geproduceerd. Dat betekent dat je grondstoffen op zo'n manier moet gebruiken dat het ook regionaal weer moet worden gerecycled. Daar zitten overal in elke productieproces, voor bijna elk product, zitten daar ongelooflijk veel problemen achter. En dat moet je op elk niveau tegelijkertijd aangaan. En dat gaan we alleen maar voor elkaar krijgen als we echt een revolutie doormaken. En als we echt... Een revolutie betekent niet gewoon feest en we smijten de managers eruit en dan gaan we verder met het werk, maar democratisch geregeld. Maar is het gevolg van enorm lastige en zware processen die vaak heel erg veel pijn doen. Ik ben eens een keer in 2013 op een algemene stakingsdemonstratie in Griekenland geweest. En daar waren revolutionaire processen bezig. Gaande in staalbedrijven, in de publieke omroep, de ERT. Als jullie misschien vroeger daar nog verhalen over hebben gelezen. De regering Samaras deed van de dag op morgen opeens gewoon alle publieke omroepen uit. Ze werden gesloten. Alle arbeiders werden ontslagen en de zendmasten werden ontkoppeld. Dus ze gingen ook echt naar overal, hebben ze de kabels eruit getrokken. Opeens was het een situatie waarin iedereen in de meest conservatieve vakbond van Griekenland dacht, oké, dat gaat helemaal niet verder, we moeten onze publieke omroep verdedigen. Ze hebben de managers eruit gesmeten. Ze hebben een soort van arbeidersraad in het leven geroepen om hun werkgelegenheid en om de democratische institutie te verdedigen. Opeens was het zo dat de schoonmakers net zo goed deel hadden aan de redactionele beslissingen als ook de chefredacteur van de ERT. Er kwamen 100.000 mensen voor het gebouw van de ERT om ervoor te zorgen dat de ME het gebouw niet zou ruimen. De politie, de Griekse politie. Er werden enorme concerten voor dit gebouw georganiseerd met klassieke Griekse muziek. En elke nacht gingen er weer arbeiders de zendmasten op om die kabels weer in te stoppen, zodat ze weer clandestien konden uitzenden. Dat heeft maandenlang zo voortgeduurd. En dat heeft natuurlijk zijn uitwerking gehad ook op de rest van de samenleving. En de artsen die ik bijvoorbeeld in het ziekenhuis heb gesproken, die zei van, nou ja, we zitten nu in de staking. Als we verder gaan, gaan er mensen dood. Maar als we niet verder gaan, hebben we ook geen medicijnen om de mensen die komen te goed en adequaat te behandelen. Dus we staan nu voor de serieuze keuze. Of we smijten het management eruit en dan hebben we geen materiaal meer, geen toelevering en geen stroom, et cetera, et cetera. Of we staken alle bedden leeg en dan gaan er ook mensen dood. Dat is een beetje de revolutionaire situaties waar ze in zaten. Maar dus niet rooskleurig, maar er werd wel opeens een perspectief geopend van hoe krijgen we die machtsstructuur veranderd? Hoe krijgen we dat op een andere manier georganiseerd? En hoe kunnen we dat voor algemener op een hoger plan trekken? Zodat we die heel concrete problemen die we hebben
kunnen oplossen. In termen van, hebben we genoeg medicijnen, hebben we genoeg verband om de wonden te verbinden, et cetera, et cetera. En ja, dat soort processen hebben we eigenlijk nodig. Dat veronderstelt massale stakingen die we natuurlijk niet hebben. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt. En je moet met dit soort perspectieven in je achterhoofd stapje voor stapje de beweging zo versterken dat je steviger in je schoenen staat om na de ene overwinning meer te kunnen eisen. En waar ik nu heel droevig van word, van mijn eigen partij, dat we dit perspectief te weinig en veel te voorzichtig, als we het überhaupt doen, articuleren en veel te veel bezig zijn om weer de volgende regering in te komen na de volgende verkiezingsnederlaag. En ja, dan gaat het er eerder over hoe verspil je je politiek kapitaal, dat je met veel actievoeren dan hebt gewonnen, om daarna weer kleine hervormingen door te zetten in regeringen die uiteindelijk het grote verschil niet maken, totdat je weer verliest bij de volgende verkiezingen, omdat juist onze stemmers de hoogste verwachtingen hebben aan de coalitie die we aangaan. Dus dat is een doodlopend pad waar we op het moment als linker in zitten. En we zijn, ik en de linkervleugel zijn bezig dat compleet op de schop te zetten. Maar je ziet het dus ook aan de koers van de SP bijvoorbeeld. Dat gaat gewoon niet zo verder. We zitten in een tijdperk waar kleine veranderingen en het nabootsen van de sociaaldemocratie, maar dan iets radicaler, gewoon helemaal niet meer gaat werken. En ook als een concreet uitgekristalliseerd bewustzijn nog niet overal aanwezig is, mensen voelen toch wel aan, en vooral jonge mensen, jonge arbeiders en net zo goed als studenten, dat de politiek geen adequate antwoorden heeft op de grootte van de crisis waar we voor staan. De keizer heeft geen kleren meer aan. Dat is wel, geloof ik, een onderbuikgevoel wat heel breed verbreid is. En dat moeten we aanspreken met durf, met actieaanboden die passen bij de situaties waar we in zitten. En ja, daar moeten we geduldig verder aan de weg bouwen. En ik heb het graag met jullie over concrete situaties en concrete strijden en concrete bewegingen waar jullie in zitten. En heb een heleboel aan anekdotes die ik zelf ook kan vertellen. Maar als ik dan nu ga beginnen, dan is er geen tijd meer voor discussie. Dus ik zou graag nu ophouden. Ja, ik heb nog een laatste citaat. Ik had nog een laatste citaat opgeschreven. Ja, dat komt nu natuurlijk een beetje vreemd. Op de grafsteen van het kapitalisme zal staan, te veel was niet genoeg. En de vraag voor mij is vooral hoe snel we het kapitalisme ter graven kunnen dragen. En hoeveel graven ernaast nog moeten worden gegraven voor de slachtoffers van het kapitalisme tot aan toe.